kan je deze video liken voordat ik op die stoel kom te zitten? Oké, daar gaan we. Woehoe. Nou, het was wel heel erg lekker en zacht op de bank, maar nu zit ik klaar voor de video. In deze Fan Friday ga ik eens iets heel anders doen dan normaal. Ik ga namelijk Brookhaven spelen op Roblox. Oké, misschien is dat nog wel normaal, maar in plaats van dat ik vrienden probeer te worden met iedereen, ga ik juist proberen om iedereen heel hard te irriteren. Sterker nog, ik wil verbannen worden uit alle huizen in Brookhaven. Eerlijk gezegd heb ik geen idee of me dat gaat lukken, want het is me nog nooit overkomen. Maar het lijkt me toch niet zo heel erg lastig om irritant te zijn. Denk jij dat het mij gaat lukken om verbannen te worden uit alle huizen op Brookhaven? Kijk dan snel eventjes mee, want we gaan nu meteen beginnen. Ja, op mijn geheime basis is dit de perfecte plek om mijn plannetjes te smaden, want ik moet bij mensen gaan inbreken. Uiteindelijk wil ik natuurlijk verbannen worden van alle huizen hier in Brookhaven. Maar hoe ik dat precies ga doen, dat is nog maar de vraag. Dit is natuurlijk een geweldig leuk huis om in te vertoeven. En hier kan ik in principe alle dagen gewoon vermaken. Zoals bijvoorbeeld eventjes naar de wc gaan. Er is natuurlijk ook een keuken waar ik heerlijke pizza kan eten. Maar nog beter is als ik geld kan stelen van andere mensen. Ik ga even met de lift naar beneden, want leuk allemaal dat geld. Maar wat ga ik er dan precies mee doen? Ik moet een veilig plekje hebben om dit geld te verstoppen. Met deze lift kan ik alleen niet naar beneden, maar er zit hier wel een geheime gang. Als ik deze lift nu naar boven stuur, dan is er hier ineens een gat. Ik kan er gewoon doorheen springen. Ha! Ja, als ik naar het einde van deze gang ga en hierop klik, dan opent deze deur. En kijk eens eventjes, hier is de kluis. Perfect om al mijn geld in te verzamelen. Er zit al een beetje, maar er moet meer in. Haha. Voor nu moet ik deze kluis natuurlijk eventjes sluiten. En dan kan ik hier op dit handje klikken en boom. Ik ben weer naar mijn geheime basis geteleporteerd. Nu moet ik mezelf natuurlijk even opladen als geheim agent. Maar hoe ga ik dat doen? Ik druk alleen maar eventjes op dit knopje. En wauw, kijk nou, een mooie oplaadpost. Ik ben helemaal ready. Gaat het me lukken om verbannen te worden van iedereen hier op Brookhaven? Ik doe eventjes mijn deur van het slot af. En ik kan zo naar buiten. Perfect. Laat ik nog wel eventjes mijn huis sluiten, zodat niemand anders hier inbreekt. Wie wordt mijn eerste slachtoffer? Ja, dit is mijn huis. En dat is het huis van een andere speler. Weet je wat dit betekent? Ik weet meteen waar zijn kluis is. Deze deur is op slot, dus ik kan er niet doorheen. Misschien ga ik gewoon even via de slaapzak hier naar binnen dringen. Lukt dat? Oh ja, het lukt. Oh, yes. Oh, ik zie daar een... ik zie daar een auto. Alsjeblieft. Volgens mij heeft hij niet gezien dat ik hier ben ingebroken. Wacht even. Ik wil eigenlijk dat mensen zien dat ik hier inbreek. Oh, daar is hij. Oh, daar is hij. Ah, we moeten hem blussen. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ik wil uiteindelijk natuurlijk uit zijn huis verbannen worden. Maar tegelijkertijd wil ik ook dingen uit zijn kluisje halen. Dus ik stuur de lift even omhoog naar zijn geheime kluis. Kom! Nee, 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 nee. Waarom kan ik deze niet openmaken, jongens? We moeten snel naar boven, want hij komt eraan met zijn wapen. Hoe kunnen we hem irriteren? Ik weet wat. Hier, wil je misschien een ijsje? Oh nee, hij houdt zijn wapen omhoog. Misschien moet ik gaan springen. Ja, op deze manier kan hij me never nooit raken met zijn wapen. Oh. Ja, hij heeft het ijsje gegeten. Ja, geweldig. Ik denk dat ik hem ook even moet blussen, want hij heeft natuurlijk een wapen. Hup, hup, hup. Tot nu toe kan ik gewoon nog hier zo in zijn huis zitten. Misschien moet ik nog eventjes wat irritanter zijn. Ik weet het. Kijk, zijn huis lijkt op die van mij. Oh, oh. Yes, het is ons gelukt. En ik zie hier ook een gigantisch groot huis. Dat een beetje lijkt op die van mij. Ik ga gewoon eventjes met mijn slaapzak naar binnen. Oh, perfect. Daar is mevrouw de eigenaar van dit huis. Oh, ze heeft wel hele schattige hartjesballonnen. Zou jij misschien een pizza willen? Alsjeblieft, ik geef het aan haar. Oh, ze heeft ook weer een wapen. Oh jongens, misschien moeten we haar ook even blussen. Misschien wil zij ook een ijsje. Alsjeblieft mevrouw. Of misschien moeten we gewoon één groot feestje hier zo houden in haar huis. Kijk, dat ziet er gezellig uit. Oh, ballonnetjes. Oh nee, heeft ze... Wat? Er staat hier band from Beatles huis. Ze heeft me eruit gekikt, jongens. Ik wilde nog wel een heel leuk en groot feest houden. Ik ga eventjes teleporteren naar een ander huis. Deze is owned. Ja, daar ben ik van verbannen. Ah. Hier is een huis. Oh,
ik wil heel snel hier zo in. Ah, laat me naar binnen. Ach, wacht, misschien kan ik er doorheen. Nee, dat kan ook al niet. Hupsakee, yes. Wat zijn nou de lelijkste ballonnen? Misschien deze Brookhaven ballonnen. Waar is ze? Oh, hier. Ja, hup. Het is feest. Ik geef haar ook nog wat cadeautjes. Van harte gefeliciteerd, mevrouw. Wat is nou nog meer leuk? Oh, dit is ook echt vrolijk. Een skelet. Ja. Oh nee. Ah, nou, ze is geen feestbeest. Ze is vertrokken, jongens. Alweer de derde. Oh, dit gaat geweldig, jongens. Ik ben hier zo goed in. Deze ziet er heel erg gezellig uit. Maar er zitten wel mensen op de bank. Daar wil ik natuurlijk wel eventjes een geheim feestje voor organiseren. Oh. Ik kan er net een soort van doorheen springen, maar ook weer een soort van niet. Ja, ik ben er. Kijk, ik vind het echt een heel gezellig huis. Ik ga zeggen, this is my house. Deze is van mij. Ja, oké, even kijken. Oh, ze heeft het gelezen en mij kapot geknald. Oh nee, ik lig... Huh? Ik ben hier in een speelhuisje terechtgekomen. Zij denkt ook, nee joh, dat is niet jouw huis. Hier, ga maar hier naartoe. 17, 18, ah, prachtig. Helemaal rood. Maar de buurman heeft mij nog niet verbannen. Dus daar gaan we ook eventjes lekker irritant zijn. Er is niemand. Het is bij deze gewoon mijn kantoor. Het is heel belangrijk om de statistieken en de grafieken uit te leggen aan de mensen hier. Wel gezegd, helemaal niemand. Tegelijkertijd is het ook niet een heel schoon kantoor. Er ligt nog wat, laten we zeggen modder op de vloer. Ik denk dat dat wel genoeg is. Ik zou hem helemaal kapot schrikken als ik ineens binnenliep hier zo. Maar er is niemand hier binnen. Sorry, jullie waren aan het slapen. Volgens mij heb ik ze wakker gemaakt. Wacht even. Hey, willen jullie misschien een ijsje? Alsjeblieft. Ik ga ze ook eventjes vertellen dat dit mijn huis is. En op deze manier weten ze... Ah, nee, ze hebben me verbannen uit hun huis. Oh, daar ben ik ondersteboven in het gras. Ja, dat vinden mensen dus echt helemaal niet leuk wanneer ik dat zeg. Volgens mij hebben we redelijk wat huizen waar we niet meer in mogen. Allemaal rood en rood. Oh my goodness. Ah! Hier is nog een huis. Hallo, is er iemand? Er is nog een bovenverdieping. Ik ga hier naar boven. Hallo? Als er iemand niet thuis is en ik breek zo in bij hun kluis, dan krijgen ze een notificatie dat er dus is ingebroken. Oh. Het is me gelukt. Yes, dit is perfect. Okidoki, dan moet ik natuurlijk de bom plaatsen. Dit is misschien niet helemaal veilig, want ik sta er net naast. Maar goed, ik probeer het. Boom. Ha. Het is open. Yes. Ik pak het geld. Ik heb ingebroken. Laten we nog een huisje proberen. Kan ik hier naar binnen? Oh, hallo. Laat je mij naar binnen? Mag ik... Oh, kijk. Ze laat me gewoon binnen. Yay. Oh, dat is leuk. Hey, dan ga ik... Ah. Oh, ik hoefde niet eens wat te doen. Dus even er al uit verbannen. Ah, daar ben ik weer. Wow, iemand heeft een heel restaurant hier buiten. Ja, ik wil wel eventjes zitten hoor. Hier, mag ik een koffietje? Ik hoop dat ze me komt serveren. Hupsakee. Hier, ik heb geld voor je. Alsjeblieft. Ik heb het gestolen misschien uit iemands kluis. Ik wacht op een lekker drankje. Nee, moet ik het zelf halen? Oh, jeetje. Oké, nou, heerlijk. Volgens mij was dit wel één groot succes. Het is me dus gelukt om verbannen te worden uit iedereen hun huis hier in Brookhaven. Ik hoefde alleen maar feestjes te vieren en vooral heel irritant te zijn. 10 second wrap out. Jente, Yusra, Mila, Anna, Lima, Tuki, Yara, Nick, Sophie, Cute, Kitty, Angel, Lara, Sarah, Lynn, Emily, Sam, Laura en Jasmina, Amy, Ariana, Zelda, Robert, Lena, Mina. Hey, klik eventjes op deze video als je een hele geweldige toffe video wilt zien op mijn kanaal. En wil je ook kans maken om in de wrap-out van volgende week te komen? Dat kan. Je hoeft er alleen maar eventjes naar te vragen in de reacties hier onder deze video. Wie weet zie je en hoor jouw naam alweer terug in de volgende Fan Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!